Topdrukte op de gipsafdeling van ziekenhuizen. Het sleetje rijden, schaatsen en skiën zorgt voor meer botbreuken dan normaal. Dat merken ze ook in het Amvia ziekenhuis in Breda. Deze mevrouw is gevallen, ook door de gladheid, op het ijs, recht op haar knie. En zoals je ziet is hier een duidelijke breuk. Heel erg pijnlijk ook, wat echt. Door het ijs komt, want het ijs geeft niet mee. Hier in de gipskamer van het Amphia zien ze deze week bijna drie keer zoveel mensen met gebroken botten. Ja, het begint nu echt een stuk drukker te worden. Ja, echt vele botbreuken. Per minuut krijgen ze heel de week al eigenlijk, omdat door de gladheid. En de eerste mensen op het ijs, dus dat wil wel, ja. Normaal is er in het weekend alleen een bereikbaarheidsdienst. Nu zijn er permanent twee verbandmeesters aanwezig. Extra collega's kunnen elk moment worden opgepiept. Zo hopen ze de ongelukken van deze gladde daken te kunnen bijbenen. Dit is een spiraalbreuk, zoals we dat mooi uh, noemen. Deze jonge dame is gisteren aan het schaatsen geweest en is daardoor met haar uh, schaats in een scheur gekomen en onfortuinlijk gevallen. Geniet je er ook een beetje van? Uh, ja. Kijk, het is, dit, het is actie. Het is als je ziet dat een patiënt uh, mooi uh, gereponeerd wordt, een breuk die niet goed staat en daarna staat hij wel goed. Ja, dat is, dat is leuk. De patiënt goed helpen tevreden patiënt dat daar, daar, daar doen we het voor je dus wat jou betreft mag het winterweer wel even aanhouden um, ja eigenlijk wel <laughs>